Tijdens de Vierdaagse feesten kun je genieten van verschillende werelden. Van salsa tot reggae of van soul tot funk. Ja, want van diversiteit houden ze wel in Nijmegen. En daarom gaan we vandaag grenzeloos genieten. Wat maakt voor jou de Vierdaagse feesten nou zo bijzonder? Een stukje uit je comfortzone. Je gaat andere muziekdingen bezoeken dan dat je normaal gaat doen. Dus het is gewoon hartstikke leuk. Iedereen is hier. Overwerkte ouders, singles, jong, oud. Nou, het allermooiste vind ik de diversiteit van mensen en de muziek. Nou, dat de lopers en de feestvierders elkaar hier in Nijmegen ontmoeten en dat het super gezellig is. De hele stad, zoveel verschillende soorten muziek. Voor ouderen, voor jongeren, voor verschillende stijlen. Gezellige muziek en lekker eten. Het is gewoon ontzettend gezellig om vanuit Arnhem en Doesburg naar Nijmegen af te reizen. Om hier een beetje te genieten. De plek waar mensen tijdens de Vierdaagse feesten altijd heerlijk aan het swingen en dansen zijn, is de Hennis Latin Stage. En de huisband van dit podium is Pedro Luis en his Cuban Experience. En zij staan voor ons klaar en zij weten wel hoe ze een feestje moeten bouwen. Son de oriente, de la loma del Caney. Si quieres yo te lo enseño, pa' que bien lo aprenda, lo goce y lo baile usted. Donde quiera que vaya, ah, na, 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 na. Donde quiera que esté, pa' que no se acabe la magia, mi son llevaré. Avísale a Catalina Lao, que yo sé que le gustó, que se venga pa' el solar, que el montuno con Caney comenzó. Quiera que vaya, chévere, por donde quiera que esté, para que no se acabe la magia, bisón llevaré. Pero, y llegaron bailadores con pay, por los caminos atascados, cuando llegaron al negrito Lorien, guarapachangueando en el batey. Por donde quiera que vaya, por donde quiera que esté, para que no se acabe la magia, bisón llevaré. Cuando me pongo a tocar los cueros de mi bongo y tambo, la gente empieza a bailar porque yo soy la rumba y el son a la vez. Por donde quiera que vaya, fuere vito, vito, por donde quiera que esté, fuere vito, para yeye, no mamá, la magia, lo ley, lo lay, mi son llevaré. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el mambo que le traigo aquí. Si vos, nene, cuando no se acabe la magia, mi son llevaré. Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor tropical. Cuando no se acabe la magia, mi son llevaré. Porque por mis venas corre guarapo, pimienta y sal, nada más. Cuando no se acabe la magia, mi son llevaré. Si te quieres un ratico divertir, ven con nosotros y echa un pie, chévere. ¡Vamos! En los arrabales, bisón llevaré. Yo vengo de los manglares, bisón llevaré. Donde el que se da, bisón llevaré. Para bien esos lugares, bisón llevaré. Solo hay felicidad, bisón llevaré. Caminante no hay camino, bisón llevaré. Se hace camino al andar, bisón llevaré. Y montuneando vengo en bisón eso, llevaré. Oye como dice ahora, bisón llevaré. Yo te
te traigo. Mi son llevaré. Yo te traigo. Mi son llevaré. Si canta y baila como llevaré. Yo, en vez de uno somos dos y muchos más. Mi son llevaré. Pedro, wat een fijn begin zo van deze grenzeloos genieten uitzending tijdens de Vierdaagse feesten. Ja, een heel ander jaar. Normaal sta je daar eigenlijk altijd bij de Hennis Latin Stage, toch? Ja, zeker. Ja, we missen deze plek. Ja, hoe kijk je daar nu naar? Ja, een beetje leeg, helemaal leeg. Ook met de zon. We missen van alles. Onze muziek, onze publiek. Volgend jaar dan maar weer, gewoon daar? Dat je daar gewoon weer staat? Ja, zeker. Zullen we dat afspreken? Ja, zeker. Die komen met een grote band. Dat is mijn plan. Nog groter? Ja, nog groter. Meer? Nog meer mensen? Ja, iets van 12 muzikanten. Dat is wat ik wil. Ik ben benieuwd. Ik kom kijken. Ze vroegen hoe het met de toekans was. Daaruit kon ik afleiden dat ze er nog steeds waren. Thuis zag ik de toekans inderdaad nog in de dakgoot zitten. 6 stuks. Ze deden niet zoveel. Een beetje met hun hoofd meedijnen op de salsa muziek. Toeters, toekans. Ze huppen op het dak. In de nacht gaan ze dansen. Bachata, salsa, toekan, ho, toekan. Dit alle toekans dansen. Weet je waar je toekan is? Je toekan is bij mij. Op mijn dak een toekandak, een bandje speelt de salsa. Je toekan danst bij mij de nacht, zijn snavel op mijn pannen. Plan geen avond met je toekan heeft al plan. Alles is bij mij, alles is een toekan. Mijn dak, mijn huis, mijn hoofd, mijn tuin, overal een toekan. Alles is bij mij, alles is een toekan. Mijn dak, mijn huis, mijn hoofd, mijn tuin, overal een toekan. Hoi, ik ben Richard Rijgeld van Jazz Republic. Normaal gesproken spelen we altijd hier, in het Otis Park. Dit jaar helaas niet. Maar gelukkig is er wel Otis Park in de Brebbel deze week. Ik hoop jullie daar te zien. En anders tot volgend jaar hier. Hij zou deze week eigenlijk met de Parsi Band op de World Street Kitchen staan. Maar hij is hier nu speciaal voor ons alleen om ons een beetje in Persische sferen te brengen. De Nijmeegse DJ Radan. نمونه
انجل ترین تا وقتی پلنگ شدین و با 20 نفر رل زدین به تو میگن دل نری به تو میگن قر ندی میگه ساسی گوش نکنید مهمونی ها رو قر ندی من برادرز دکی 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 Documentaire maker en journalist Sinan Can is geboren en getogen in Nijmegen. En het kan dan ook niet anders dan dat hij een vaste bezoeker van de Nijmeegse Vierdaagse Feest is. En daarom mocht jij niet ontbreken in deze uitzending. Sinan, ja, dit is jouw plekje, hè? Ja, dat is helemaal mijn plekje. Hoewel ik hier niet met de Vierdaagse sta, maar... vooral op Keizer Karelplein eigenlijk. Je hebt echt zo'n vast plekje waar je staat in ja, de week? Ja, eigenlijk al van kinds af aan. Dus laat ik zeggen, vanaf mijn vijfde levensjaar. Elke keer de intocht volgen met de familie. En dat is toch wel een beetje het Keizer Karelplein. En dan na die intocht altijd even dat feestgedruis in? Ja, altijd. Ja, ja. Nou ja, het is als je 42 bent en je bent geboren en getogen in Nijmegen, dan is de Vierdaagse hoort bij Nijmegen, zoals de Waalbrug hier achter ons ook gewoon bij Nijmegen hoort en allerlei andere dingen. Dus je weet ook niet beter. Het is gewoon iets waar je ook, en dat vind ik dan wel weer leuk, ik kijk er ook naar uit gewoon. En dat hebben heel veel Nijmegenaren. Gewoon naar het feest en de drukte en de toeloop van allerlei mensen. En wat ook heel heerlijk is, is de week na Vierdaagse. Want dan is het ontzettend rustig in de stad. Bij de Vierdaagse zelf, bij het lopen, weten we dat er echt mensen uit de hele wereld deze kant op komen. Maar die feesten hebben zich inmiddels natuurlijk ook wel ontwikkeld tot heel veel diversiteit. Wat zie jij daarvan terug? Ik vind ook dat het een ontzettend internationaal loopfestijn is. Want ik vind het echt een feest. Dat het nog wel wat diverser kan. En divers zit hem niet alleen in, laten we zeggen, in muzikanten van heen en ver. Maar de diversiteit zit hem ook in andere dingen. Dat er allerlei verschillende soorten activiteiten worden georganiseerd. Vorig jaar vond ik bijvoorbeeld heel leuk dat Nijmegen was Green Capital, hè? Groene hoofdstad van Europa. En er waren dus allerlei activiteiten die gingen ook over duurzaamheid. En ik vond dat heel mooi. Ik dacht, dat kan dus heel mooi samengaan bij zo'n festival. Nu las ik in een interview dat je ooit hebt gezegd, ik ben nog nooit gediscrimineerd in Nijmegen. Ja. Hoe kan het dat Nijmegen zo tolerant is? Ik ben geboren en getogen in de wijk Bottendaal. Dat was een kleine volksbuurt, volkswijkje. En daar ben ik opgegroeid. En ik heb in die zin ook nog nooit meegemaakt dat ik in mijn jeugd gediscrimineerd of uitgesloten ben. En mensen snappen dat niet. En ik hoor ook wel eens mensen die dan zeggen, ja, dat heb je vast verdrongen en zo. Ja, jongens, het spijt me. Wat er niet is, is er niet. En als het er wel is, dan praat ik er graag over. Maar het is er niet. Maar ligt dat ook aan deze stad, Nijmegen? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat het een oude stad is. Dat er dus dat deze stad al lang bewoond is. Dat deze stad ook al lang allerlei kleuren en geuren heeft ontvangen. Ook veel vluchtelingen, een Romeinse stad en dan in de middeleeuwen. Dus het zit in het DNA van deze stad. Nog even en we waaien weg ja, daar met jou. Ik wou net zeggen, want we zitten midden in de grenzeloos genieten uitzending. Laten we dan afsluiten met hoe ga jij grenzeloos genieten deze zomer? Ik ga niet veel doen. Ik denk dat ik grenzeloos gewoon in en rondom de stad ga genieten. Rondom de stad is het fantastisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die hele groene ring om de stad heen. Ik nodig ook de hele tijd mensen uit om te komen fietsen richting de Ooipolder. En dan zegt ze, ja, maar jij zit de hele dag Nijmegen te promoten. Je doet niks anders. Je hoeft alleen maar het woord en te noemen en je begint al. Maar ja, ik zeg dan, kom kijken. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, dan zijn ze hier ook geweest. En dan zegt ze, nou, al het lelijke wat ik over Nijmegen heb gezegd, dat neem ik dan ook weer per direct terug, zeggen ze. Volgens mij moet ze gewoon een dag met jou op stap gaan. Dan zit het sowieso goed voor al die mensen die Nijmegen-fan moeten gaan worden. Ja. Hola, mis amores. Soy Jaila María Monpié. Y les mando un saludo desde La Habana, Cuba. Y en espera de que estén bien. Para toda mi gente de Holanda, lastimosamente este año 2020 no fue posible estar en el Nijmegen, pero el próximo año, el 2021, nos estaremos viendo para bailar con la mejor música cubana. Ja, mensen, wat een ellende. Hier de zanger van Lijn 7.
Dit jaar geen vierdaagse. We missen jullie. Volgend jaar zijn we er weer. Jullie ook? Coronavrij. Bier. De Nijmeegse coverband Razoo zou eigenlijk een feestje bouwen bij World Street Kitchen. Maar nu staan de mannen hier in een andere samenstelling, namelijk met zangeres Dianta. En dan heet ze Project 024. Easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You could only see that I will never let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. Oh no, no. Listen to the sound of the boys, huh? Rock 'em off and he's a freedom fighter. He's handling a choice and I know that. Do you rock 'em off and he's a one of different? What you see is what you really get in the end. But what you ever gonna do, I don't know, yeah. And do you rock 'em off and shut and not fall down? Cause he is the wisdom of a not fool around. But why they shove good sense on the ground, yeah. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I see this my song for you, my friend. You could only see that I will never forget. No, oh yeah, woo woo woo, yeah, woo woo woo, yeah. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the key to my truck, Sim Sima. Who got the keys to my mama? Who am I? The goddamn lover. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my truck. Woop woop woop, yeah. Woop woop woop, yeah. Steve, ja, je zou eigenlijk met Razoo, de grote band, op gaan treden tijdens de Vierdaagse feesten. Maar je staat hier met een heel ander project. Project 024. Wat is dat? Ja, dat klopt. Ik heb via een vriend van ons hebben gehoord dat er de mogelijkheid was dat Razoo zou optreden tijdens de Vierdaagse. Vierdaagse ging helaas niet door. Mooi feest. En toen hoorden we dat er een mogelijkheid was om wat opnames te maken voor TV Gelderland. Ik dacht van, hé, misschien kunnen we met een kleine afgevaardigde van de band Razoo, kunnen we hier toch zijn. Maar niet iedereen van de band was in Nederland. Het is een beetje vakantieperiode. Dus hier staan we dan met een gastzangeres Dianta. Maar begrijp ik nu goed dat jullie eigenlijk speciaal voor ons dit nu Project 024 noemen en dat er iets nieuws is geboren? Nou, we zijn al eerder begonnen. We wilden naast Razoo misschien nog een klein projectje doen. En toen dachten we, hé, dat biedt zich... Dit project biedt zich aan, dus daar kunnen we mooi inschuiven. En Dianta, hoe voelde het?
Ja, het voelt echt goed om bij hun te zijn, ja. En hoe was het om hier op te treden? Want ja, je bent hier nog maar net in Nederland. Echt, die vierdaagse feesten ken je dus nog niet. En nu maak je het nog niet mee. Ja, het is erg leuk. Dus ik moest gewoon meedoen met de vierdaagse feesten. Project 024 is nog maar net dus gestart. Maar wat staat er eigenlijk allemaal nog op de planning? Nou, de bedoeling is dat we allerlei partijtjes, gelegenheden waar een kleine formatie goed past. Dan willen we daar in ieder geval gaan optreden. En de mensen gewoon lekkere muziek ten gehoor brengen. Gaat dat nog lukken deze zomer? Deze zomer weet ik nog niet. In principe wel. Maar ja, het is vakantieperiode. Dus heel veel mensen willen weg. Het is een hele moeilijke tijd geweest. Corona. Mensen zijn nog zoekende waar ze naartoe gaan. De ene gaat wel weg, de andere weer niet. Dus het is even een beetje passen en meten. Nou ja, dank jullie wel en heel veel succes met alles. With you.
Het is weer tijd voor onze Hein, want hij duikt met mij de geschiedenis van de feesten in. En vandaag natuurlijk ook weer grenzeloos genieten, wereldmuziek. Daar denk ik dan aan. We hebben het al een beetje kunnen horen deze uitzending. Maar Hein, ben je er eigenlijk van de wereldmuziek? Ik ben zeer van de wereldmuziek. We kijken hier uit op de plaats waar het Salsa-podium is ieder jaar. En een fantastisch initiatief wat nog niet zo lang gebeurt. Ja, hier en, over de reling is het Hennis Latin Stage elk jaar. Onder de Belvedere gebeurt dat. En daar is een supersfeer. Een sfeer die mensen ook uit het Caribisch gebied, onze Caribische Nederlanders, hierheen trekt. En dat een hele mooie mengeling maakt van ook veel mensen, Nijmegenaren, die hier komen, de kat uit de boom komen kijken. Die denken, die kennen dat helemaal niet, salsa. En langzaam is hier een sfeer gebouwd. Die fantastisch is te noemen. Een geweldig, geweldig podium. Ik heb ook begrepen dat hier wel ook echt mensen vanuit Cuba komen optreden. Dat heel bijzonder is. Maar echt ook vanuit heel Nederland dit podium opzoeken. Wat is dat geheim dan? Het geheim is natuurlijk salsa. Het woord zegt het al. Een salsa is een saus. Een saus met alle invloeden uit de Caraïben. Hè, waar ons Nederland zich ook bevindt. En daar liggen ook allerlei andere eilanden omheen. En ieder eiland heeft zijn eigen sfeer. En al die mensen bij elkaar, die maken allemaal muziek met elkaar. En dat komt hier in Nijmegen. Iedere dag is er weer een andere flavor aan die salsa te zien. Ja, want Nijmegen staat ook wel een beetje bekend. Omdat ze van alles leuk vinden. Diversiteit, acceptatie van iedereen eigenlijk. Hoe komt dat? Ja, zeker. Nijmegen, het is liever niks het Havana aan de Waal. In Nijmegen zijn wij gewoon heel erg van heel erg veel en van alles. Een leuk verhaal is uit de jaren 70. Speelde in de muziektent die op plein 44 stond Dutch Swing College Band. Een band die Dixieland muziek maakt. Dixie, het zuiden van Amerika, New Orleans. Maar het fenomeen in deze band was niet Peter Schilperoort, die de klarinet speelde, maar de drummer Huub Jansen. Een man die op een speciale manier drumde en op een hele eigen manier daar aanwezig was. Ik wou met die man in contact komen en het bleek een fantastische leuke man te zijn met verhalen, maar het was één groot probleem. De catering klopte niet backstage. Er was daar hele slechte wijn en meneer wilde dan graag een wijntje hebben. Dus dat heb ik gezegd, Huub, jij gaat lekker spelen, ik zorg voor wijn. Dus ik ben naar huis gegaan, ik heb daar een heerlijke Santimillon gehaald met een glaasje. En met twee glaasjes en na afloop om 11 uur 's avonds, toen het klaar was, met Huub aangestoten. En dat is een traditie geworden. Je houdt ook van dansen, hè? Heb ik begrepen. Zeker. Sta je daar vaak te dansen? Ik sta zo. Dat kan niet anders. Bij salsa moet je gewoon met je heupen bewegen en moet je gewoon gaan. Het is zo'n aanstekelijke muziek. Die trompetten, je ritmes. Nou, volgend jaar gaan we er samen dansen. Zullen we dat afspreken? Goed. Morgen nog even een iets aangepast programma, want dan is het Roze Woensdag. En daar zijn we ook weer bij. En ik denk dat hij dan wel weer gewoon lekker gaat dansen. Maar dan in het roze, toch? Tot dan.